Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber, kreeg van de kliniek waar hij verbleef veel meer vrijheid dan tot nu toe bekend was. Zo volgde hij in de avonturen een hoveniersopleiding op het Welland College in Houten. Dat bevestigt de school na een artikel in de Telegraaf. Leerlingen en medewerkers van de school zijn geschrokken, want niemand wist dat P. een veroordeelde verkrachter was die aan een terugkeer in de maatschappij werkte. Er is politieke ophef in Houten. D66 laat weten erg teleurgesteld te zijn in raadslid Paul Stehauer. Die maakte gisteren per e-mail bekend dat hij overstapt naar de fractie van inwonerspartij Toekomst Houten. Steehouwer heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuur van D66 en is het niet eens met de politieke koers. Vorige week trok hij zich al terug als lijsttrekker van de partij. In Utrecht wordt vrijdag een plakket onthuld ter ere van Rijk de Gooier. Dat gebeurt vlakbij het geboortehuis van de artiest aan de muur de Weert. De Gooier was een komiek, zanger en acteur. En vormde een beroemd duo met Johnny Kraikamp. Ook schreef en zong hij het lied Als ik boven op de dom kom. Dat lied werd meerdere keren gecoverd, inclusief deze versie waarbij De Gooier ook acteerde in de videoclip. De voormalige peeskamers in de Utrechtse Harde-Bollestraat worden dit jaar nog niet verkocht. Dat laat het stadsbestuur weten. De gemeente kocht de peeskamertjes vorig jaar op en wil ze nu van de hand doen. Volgens de gemeente was er na de kijkdagen veel interesse van potentiële kopers. Maar die vonden de prijs voor de panden te hoog vanwege het beperkte te verwachten rendement. De kat met vijf poten, die onlangs werd gevonden in Rotterdam, wordt vandaag geopereerd door artsen van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. De kat heeft een gebroken heup en voor het gemak wordt gelijk zijn extra poot verwijderd. Kater Quint kan onder het mes na een crowdfundingsactie. De operatie kost namelijk zo'n 3000 euro. Omwonenden van Bakkerij van Dijk in Bunnik zijn op zoek naar een opvolger voor de bakker. Die is namelijk 65 en wil met pensioen. Maar hij heeft niemand kunnen vinden die de zaak wil overnemen. En dat vindt de buurt jammer, want de winkel dient als een belangrijke ontmoetingsplek voor heel veel buurtbewoners. En daarom komt de wijk in actie. Ze gaan actief op zoek naar een opvolger. Lukt dat niet? Dan gaat de buurt een corporatie oprichten om de bakkerij voor de wijk te behouden. Krijgt u nog het weer? Het is veelal bewolkt en op sommige plaatsen mistig. Het wordt rond de 16 graden. Vanavond is het bewolkt met af en toe een opklaring en het wordt dan zo'n 11 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.